Je hebt weer een prachtig boek geschreven. Ja, ja, ja. Over een van de belangrijkste straten, denk ik wel, van Bodegraven. We lopen erin. Ja. De Kerkstraat. De Kerkstraat, ja. Je hebt zelfs, heb ik begrepen, twee delen nodig om het verhaal te gaan vertellen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar die doorgang hier was er vroeger niet. Nee, naast de kerk stond natuurlijk wat naar achteren. En daarnaast stond een heel groot pand. Daar woonde mevrouw van der Giezen. Ja. En dan had je nog een winkel. En dan kreeg je deze winkel. Want dit was de drogisterij van Scheer vroeger. Daar stond een oud pand, want dit is nieuw. Dit is nieuw, ja. Ja. Dit is nieuw. Maar het punt is, deze straat, die zijn nog foto's bekend. En die staan er ook in. Van voor de brand van 1870. Dus dan kan je zien hoe de straat toen geweest is. Ja. En een foto dat dit gedeelte helemaal verbrand is. Dus dat hebben ze na 1870 helemaal op moeten bouwen weer. Ja. En nou ja, daar begint dan natuurlijk het verhaal over alle winkels en wie hier gewoond hebben. En wat ze, ik heb natuurlijk veel verteld over de mensen die hier gewoond hebben als ze iets belangrijks gedaan hebben. Dus er was heel veel te vertellen. Ja. Hoe belangrijk was die Kerkstraat vroeger voor Bodegraven? Nou, het was echt een winkelstraat. Natuurlijk heel erg belangrijk. Ik heb hier ontzettend veel winkels gezeten. En die heb ik allemaal genoemd. En er zijn ook bijna allemaal foto's van. En het was natuurlijk het Marktplein, dat was natuurlijk belangrijk. Want daar was al vanaf 1882 de Kaasmarkt. Oh ja, die was daar natuurlijk. Die was daar natuurlijk, ja. Daar kon ik in dit boekje niet over vertellen. Want dat was te veel. Dat komt in boekje 2 dus. Maar dat was natuurlijk een hele belangrijke aanvoer. Daardoor kwam natuurlijk, zeker op dinsdag, was het hier heel erg druk met de kaasbrikken en dergelijke in de straat. Ja, er waren hier bijvoorbeeld wel drie slagers. Ja. En er zaten bijvoorbeeld twee kruideniers naast elkaar. Ja, echt de middenstand kon je hier vinden van het dorp. Ja. Kijk, dit is ook wel een leuke winkel. Dit was een groentezaak. Ja, we lopen er even naartoe. Ja. Helemaal een kerstsfeer. Ja. Dit is eigenlijk nog origineel. Er staat ook een foto in mijn boekje met deze deuren. Want hier had hij dan de verkoop van zijn groenten. Ja. Dus hier hebben achter elkaar zeker drie groentezaken gezeten. En uiteindelijk is hier dan de Wereldwinkel ingekomen. En hiernaast was de Nutskleuterschool. Dat heet nou ook de Nutspassage. Maar hier was de Nutskleuterschool. Die stond iets naar achteren. Er was een tuintje voor. En daar hebben natuurlijk heel veel kinderen ook op de kleuterschool gezeten. Maar die is verdwenen? Die is weg. Die is weg, ja. We gaan natuurlijk niet alles vertellen, want dat moeten de mensen in jouw boek kijken. Het staat vol prachtige historische foto's. Ja, hele mooie foto's. Heb ik gezien. Ja. Nog één kleine vraag, want je vertelde net over die kaasmarkt. Maar wat mensen misschien zich niet realiseren, is dat er rondom die kaasmarkt ook heel veel bedrijvigheid was. Zoals bijvoorbeeld stalhouderijen. Ja, ja, er waren inderdaad, hier waren zeker twee stalhouderijen. Bij Jellymet, het Bonte Varken. En bij waar nu het Robert zit, Wagenweer, er was ook een stalhouderij. Ja. En je had ook achter deze huizen allemaal kaaspakhuizen en andere pakhuizen. Want dat is, ik heb er ook bepaalde luchtfoto's in staan. Als je dan ziet wat er een ruimte is tussen de straat en de Rijn. En dat was helemaal volgebouwd met pakhuizen. Ja, ja. Dus veel historie verloren. Heel veel historie verloren. Maar het is allemaal vastgelegd in jouw boek. Ja, ja. De Kerkstraat deel 1. Deel 2 komt. Wanneer komt deel 2? Nou, ik ga het weer rustig aan doen. Gaat weer rustig aan. Ja, met een jaartje denk ik hoor. Het zit in de pijplijn. Want er is weer veel te vertellen. En ik wil het altijd goed uitzoeken dat er geen onwaarheden in staan en zo. Ja, sta het is ook echt onbekend. Ja, ja. Het is verkrijgbaar bij Lisbeth, de sigarenwinkel, maar ook natuurlijk bij de Rietshop, bij jouw neef. Ja. Ja, Lisbeth heeft er maar een paar en die heeft natuurlijk alleen dit exemplaar. En bij mijn neef, daar kan je de andere ook. Dankjewel. Ja, graag gedaan. We kijken uit naar het volgende deel. Ja, ik doe mijn best.